Is dit het? Ja. Ja. Echt? Ja. Ik hoor echt dat je zenuwachtig bent. Ik ben gewoon een beetje zenuwachtig. Zo. Waarom? Ja, stom hè. Gewoon, ik weet het niet. Omdat ik nog niet weet hoe we het gaan doen. En... het format snap ik zelf nog niet helemaal. En in het Engels. Echt? Yes. Yes. Because there might be other people viewing as well that don't speak Dutch. So we have to try and be a little bit, you know, open and international and stuff. First Thijs and Nadia talk. The first one. There we are. Yeah. We're growing organically into yeah. Our film set, our first film set. And we chose this spot actually because this was the first place in the village that we really sort of lived into and fell in love with as well. Yeah, fell in love again. I remember coming here for the first time when I was here with my dad and we did the first trip. This was the first property that we were going to visit. I wasn't there though. You weren't there. It was in June 2021, the beginning of June, and we came from the Rua Principal up there, and then we walked into the village street and I was like, oh my god, this is too cute. And when we walked into this backyard with the vineyards full grown and this full was of sort grapes of, it was the same. No, it was earlier. It was earlier, but you could already see the grapes, and this was nicely maintained. And then this is the spot. I actually fell in love with this place. I was like, okay, yes. And then I'd only seen maybe a quarter of the village. Yeah. And you? I was in Amsterdam. You didn't see anything. No, you bought it already without... Without consent. That's how trust works. That's how good our marriage is. You can trust me with an investment like that before you've ever seen it yourself. Happy wife, happy life. That's the truth. And then I saw the garden. It's a beautiful day. Nou, we zijn er klaar voor. We gaan nu naar het makelaarskantoor om ons verlaten dorp te bekijken. Thijs had ik net aan de telefoon en die heeft er alweer een leuke naam voor bedacht. Terra de Libertade. Freedom Land in het Portugees. Ik heb er zo'n zin in. Ik ben echt super benieuwd. Nou, wat ze eigenlijk zeggen is, hier heb je dus de public road. En hier heb je, dit was ooit een weg, dat kan je nu niet goed zien. Er zijn twee paaltjes links en rechts, dus hier loopt de property grens. En deze weg kan je vrijmaken, dan heb je een privéweg direct naar je property. En dan heb je dus daar rechts heb je het meer. The other one also had, a full pine tree in the house. Het is echt een magisch plekje, kan ik je vertellen. Hier, nog een kamertje. Pine trees everywhere. Helemaal geen eucalyptus hier. Het is zo'n ontzettend lush omgeving. Het is echt misschien wel een van de mooiste stukjes Portugal die ik tot nu toe heb gezien. Wat het mogelijkheden, hè?
Ongelooflijk. Het is echt ongelooflijk. Nou, het is dus laag tot medium risicogebied, omdat er heel veel water in de omgeving is. En het is nu medium, omdat het niet onderhouden is. En als je het terrein schoonmaakt, dan verandert het naar laag risicogebied. So, we made the decision that we had to sell our businesses in Holland because we couldn't continue working in this way, in this environment anymore. And then we went back to Holland. We sold the quarantine. We had our closing party there. We were still undecided about the house. We thought we were going to rent out the house at that time. And we decided that we were going to sell Roest. Not only the exploitation, but also the real estate, which was a big step for us. And we're going to close up all the stuff we built up in Amsterdam. 10 years. Yeah, how long? Longer. Almost 15 years we've been working together in Amsterdam with a lot of fun. I mean, I cherish these memories, and I'm so happy and so proud that we got the opportunities to do what we did in Amsterdam, because that's the most amazing, also fruitful base that we can wish for in a project like this. And we made Amsterdam a little bit more fun than it was. So that was the goal. That was always the objective. And over here as well. To be a playground for adults, actually. That was what we were always chasing, you know, to have still have the spontaneity and fun. Yeah. And never grow be able up. To, yeah, never grow up. In some senses you need to, but... And I think this too, this is going to be like a jungle gym... Playground for adults for also. Yeah. That's the thing that we unlearn when we get older, which is a shame. Let's try and keep that alive. Ja. We zijn klaar voor de start. Nieuw hoofdstuk. Nieuw avontuur. Daar rijden we met Omi, zum ersten Mal in Meljadil. Mama, je hebt het is vochtig, toch... zie je dat? Ja, het is vochtig, ja. Je hebt het toch expres goed, niet gepint? Goed voor ons. Ik heb het wel gepint, lieverd. Het zou wel mooi zijn als er gewoon tussen overal gras was. Ja, dat gaan we fixen, dat is ook zo. Kijk, hier hebben we een hele grote put nog gevonden. Ja, hier is een hele grote. Ja, hier is een waterput. En dit hier wordt... hebben we een hele grote ontdekt. Die heb ik ook vrijgemaakt, toegankelijk gemaakt. Dit is ons huis, ons eerste huis. Oh man, and the Portuguese are so welcoming. I really love that, you know, since we've come here, I've rarely met, maybe never, such a welcoming people. I felt so welcome. Everybody's willing to help. You get contacts, people come and bring by vegetables. And so, yeah, it's been a warm bath in that sense, for sure. Het is vandaag 3 februari. Ik heb gisteren voor het eerst een verloskundige ontmoet. En ik heb de hele tijd gedacht dat ik hier op Meljadil wilde bevallen. Ons eigen land. Het vond ik ergens een hele romantische gedachte. Maar ja, we zitten eigenlijk zo lekker in die Airbnb dat ik nu ik de verloskundige en de doula heb gesproken. Dat ik eigenlijk tot de conclusie ben gekomen dat het een beetje achterlijk is om hier een soort kampement op te zetten. En dan op het moment dat de bevalling begint in de auto te stappen. Daar hier zou ik eigenlijk gaan bevallen, was mijn eerste plan. Thijs meteen een platform moest bouwen. Ik ben gisteren begonnen met het inrichten van een hele fijne ruimte. Er komt dan ook het bad. Nee, daar heb ik gewoon stromend water en dus elektriciteit. Allemaal dingen die hier dan op hele korte termijn gefixt zouden moeten worden. Dus het lijkt me veel beter. Ja, nog 6 weekjes op de teller. Ik heb het idee dat ik nu pas een beetje de tijd ga vinden om me echt over te geven eraan. En echt, ja, helemaal ontvankelijk te kunnen zijn voor deze nieuwe baby. Ik vind het nog steeds heel onvoorstelbaar. Na 3 kinderen al blijft het een soort wonder. Dat je dan over een paar weken opeens weer een baby in je armen hebt. Ik kan het nog steeds niet helemaal geloven. Maar ik heb er steeds meer zin in. Dus, lekker een zomerzonnetje tegemoet. Met een baby in de doek. En een heleboel liefde in ons hart. Zin in. Hey.
mijn lichaam begint moe te worden en ik moet ook echt een stapje terug gaan doen. Dus ik ga proberen om daarin te berusten de komende tijd. En ja, met een gerust hart dingen uit handen te geven. Gelukkig heb ik Thijs, die is hard bezig en die staat helemaal voor me klaar. Om in ieder geval te zorgen dat ik een mooi bevalnest heb en dat de bouw hier wordt opgestart. En dat ik me eigenlijk geen zorgen hoef te maken. Vandaag geboren, hè, Pommy? Ja. Op de uitgerekende dag. So we had two containers that arrived in October. Two deliveries. Yeah. Three containers, the rusty ones. Yeah. And then three more. Oh, yeah. Je hebt de Google Translator even bijgepakt. Ja, heel goed, heel goed. Ze gaan hem denk ik dus nu, ja? Fica melhor por dentro. Fica melhor por dentro. Heel goed. En ze gaan hem volgens mij nu een stukje liften. Kijk, en dan onder zijn buik een spanband doen. Kijk, dit is net als papa. Van buiten ziet het er niet uit, maar van binnen is hij mooi. Containers staan hier. Het grootste deel staat eentje achter ons huis. En daar staat de keukenkeet in de verte en nog een container. En we hebben vandaag bezoek van... een man uit Nederland die door Portugal aan het toeren is. Van Wilde, tuinarchitect. Die is daar met Thijs aan het praten. Je krijgt heel veel scheuten. En eigenlijk is dit al genoeg. Zeg maar. Je hoeft maar daar die knopjes of deze knopjes te hebben. Dus je doet hem naar de eerste of naar de tweede knop. Daar snij je hem af. Daar knip je hem af. En dan net een beetje boven knopje. Dus niet onnodig lang als koude stelen laten. Oké. Okay. En dat doe je dus bij alle spruiten, zeg maar. Doe je hem naar de eerste of naar de tweede knop. Stukje erboven, knip je hem af. En zo snoei je ze. Nou, Moetie, wat hebben we hartstikke gemaakt? We hebben zeker, hoeveel zullen we gedaan hebben? 30, 40 wijnstokken. Druiven zeggen wij in het Nederlands. Hoe heet dat? Druif. Oh, het druivenstokken gesnoeid. Je moet al bij de zijtakken, bij de tweede knospje... moet je hem snoeien. En daar waren er een hele hoop. Dus na al die wijn die we hebben gezopen, weten we nu eindelijk hoe je hem moet snoeien. Now we've been living in our camp for a month. Yeah, this is the rough... This is our first month today, actually. This is the primitive... You wanted to call it rock bottom, but that's not fair, because it's not rock bottom. It's the most primitive... state that we will live in here. ...month we've ever had in our life. Oh, please. No way. Where was? Well, I would say hostels and living through... As a family, I mean. Oh, as a family. Yeah, yeah. Yeah. No, that's true. Yeah, of course. That's true. Yeah, but is. We have running water. We have electricidade from the neighbors. Every day we make progress. We have a fridge as of today, and we can celebrate every little win, you know? Yeah, so we have quick wins every day. That's the good part on this. If you start so primitive, you can celebrate every progress. Oh man, progress. You can enjoy so much to see your first water tap on your house. We have one now outside. Or to see the windows in your house. The fridge since 2 days. Oh man, the shower, the outside shower, it's always cold, but it's the toilet. Let's not forget about the toilet. Flush your shit. Oh my god, I mean, remember, I was pregnant here, you know, I had to squat down for way too long. Kijk, en hier is Thijs bezig met heel essentieel werk. Papa, mama, niet vertellen. En zoveel stenen? En kak, you see. Oh shit, man. Oh, je zweet helemaal.
Ja, je moet er wat voor over hebben om lekker te kunnen schijten. De grond is zo kut om te scheppen. Ja, dat moet je ook eigenlijk helemaal niet handmatig willen doen. Want ik bedoel, zo'n kakkel is ook zo vol. Dus je moet nog veel dieper. This is what you get. Ik maak hem gewoon breder straks. Gewoon verplaatsen. Ja, hij wordt dus ook niet zachter, de grond. Nee, dat dacht ik. Oké. Okay. Nou, we hebben wel alle bramen gesnoeid. Druiven. And then I saw the garden. And you saw the work. You're like, who the hell is going to do all this work? Now we have to do something with our lives. That's why we have so much children. Because yeah. We have a land to maintain now. Yeah. Ja. Zo, door een roosje. Wat maken ze daar? Wauw, dit stond dus helemaal bomvol met bramen, troep en dingen. En dan gaat mijn bulldozer even doorheen en die maakt het helemaal vrij gewoon. Ik ben de bramenkoningin, hè? Ja, en dan... Oefend, en hier krijg ik de 2.0 versie. En dan heb je ineens nog een kombuis. Laat eens zien. Ja, voor even leeg. Nou, we doen even een tussentijdse update hoor van de Project Doorn Roosje. In het kwadraat, kijk, we zijn halfway. Dit is wat ik heb gedaan. Dit is hoe het was. Dus de tweede helft ga ik nu aan beginnen. En kijk wat ik heb gevonden. Een doorgang naar nog een ruimte. En nog een met nog meer bramen. Dus ik dacht dat dit de laatste ruimte was. Maar no, surprise, surprise. Hey Bob. Someone else arrived. Now someone else arrives. Our little Bobby Rose. We're doing some TNT talks. You want to join? You have to speak English though. Because that's the new format. Another resident of Milia Deal. Another resident of Milia Deal. This is Bobby. Bobby Rose. And she already has her own house. Isn't yes. it? Do you want to tell the people something about your house? Now, laat maar zien. Het wordt de eetkamer en keuken met een deur naar buiten, naar het terrasje. Hè? Maar daar kan niet komen. Want? Wespen. Daar zit een wespennest, net als hier. Ja. Daar zit ook een wespennest. Dit wordt de badkamer of, of nog de slaapkamer. En de andere kamer die ik je net liet zien, dat wordt misschien de badkamer. Ja, ze weten het nog niet zeker. En dan hebben we ook nog hierboven... Hebben we ook nog ruimte voor slaapkamers en speelkamers, toch? Een trap naar boven. Ja, die was helemaal kapot. Die hebben we weggegooid, hè? Nou, Bob, tik hem aan, vrouw. Ha je tobuf. Jullie badkuip is er, jongens. En dit is een wijntank, Thijs. Ja. Voor druiven. Dus als we hem niet meer nodig hebben als badkuip, dan kunnen we de druiven erin stampen. Schat, moet ik je helpen? Oh, lekker jongens. Heerlijk. Kom Nick, ik ga jou ook helpen, schat. Heb je hem al ingeprikt? Ah. Kijk hoe mooi. Okay. All right, so I think this is it for the first TNT talk. I don't know, I mean, we're still figuring out the format, so disculpas. Therefore, you also hear a lot of Dutch still. We're going to try to get it into our system that we speak English and maybe in the future even Portuguese. Que achas, amor? Si. Si? Time out. Now, faz mal. Obrigado, meu amor. Thanks for thanks for watching our video. So.
It's a wrap. It's a wrap, baby. It's a wrap. See you next week. Extraordinary good. Muito, muito bem. Excelente. Espectacular. Espectacular. Natureza, as they say it here. Tranquility, calm, and also with a lot of fun. So if you don't, it's going to be loud sometimes. You know, even our family with four kids, it's already very loud. So. See what there in the hook staat. Waar? The bill. What's that there in the hook? Kijk eens van dichtbij. Links in de hoek.